Straks wordt het heringerichte schoolplein van de Rieten Dakschool geopend. En ik ga kijken. Het plein was een beetje, hoe zal ik het zeggen, ouderwets. En vanaf vandaag, met steun van heel veel mensen, is het nog mooier en is ook het plein echt geworden wat je zou willen. Voor jong en oud op de school iets extra's. Van harte gefeliciteerd. Hoe vind je dat het nieuwe schoolplein geworden is? Ik vind het heel leuk en ook mooi geworden. En wat vind je er zo mooi aan? Ja, het nieuwe ontwerp. Want vroeger was het een klein rek alleen daar. Dan konden we alleen maar spelen en dan zaten 20 man erop. Nu hebben we heel veel dingen om te doen. We kunnen gaan voetballen, we kunnen bij het hut, we kunnen hier op de berg gaan spelen. Ja, en we hebben allemaal glijbanen, kunstgras en ja, je kan allemaal leuke dingen, je hebt heuveltjes. Ik vind het leuk. De herinrichting van het schoolplein, hoe is dat tot stand gekomen? Ik wilde eigenlijk al heel lang wat met het plein en toen zag ik een subsidie voorbij komen. Ik denk, nou, ik doe een aanvraag. En toen hoorde ik dat wij de gelukkigen waren die daar voor ingeloot hadden bij Jantje Beton. En toen bleek dat daar een aantal voorwaarden aan zaten. Een van de dingen was ouderparticipatie en het belangrijkste dat kinderen een inbreng moesten hebben en het plein moest groen worden. Het groen wat er allemaal omheen staat, hoe vind je dat? Dat vind ik ook heel mooi geworden. Met allemaal planten, boompjes. Vind je dat belangrijk dat het er groen uitziet? Ja, vind ik wel belangrijk. Waarom? Omdat heeft het gewoon een hele mooie gezonde uitstraling. En via die ouderparticipatie hebben we toen een ouder gevonden die het heel erg leuk vond. En dat is ook een van de bewoners hier uit Ondiep. Om dat plein te ontwerpen. En daarna hebben we heel veel gedaan. Kinderen hebben ontwerpen gemaakt. Er is een commissie geweest bestaande uit kinderen die konden aangeven wat ze wilden op het plein. Er is over vergaderd in de klassen. Er zijn informatiebijeenkomsten voor ouders geweest. En uiteindelijk hebben we ook met elkaar gewerkt aan het plein. En hoe is het nou om zo'n project gedaan te hebben? Heel erg leuk. Ik ben er heel trots op. Het was heel veel werk. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Want het is voor mij voor het eerst dat ik zo'n groot project heb gedaan. Heb je nou ook veel hulp van andere ouders gehad met de inrichting? Ja, we hebben inmiddels al drie kluszaterdagen gehad. Waarbij heel veel ouders kwamen opdagen. En ook voor het eerst hebben gemetseld en hebben getimmerd. En we hebben gewoon hele leuke dingen gemaakt. En mocht je zelf ook een idee geven hoe je het wilde hebben? Ja, vorig jaar gingen we zo'n kleurplein maken en daar werden kinderen gekozen om te helpen. En wat heb jij op die kleurplaat gezet? Nou, schommels, glijbaan en ook nog een kabelbaan. Ja, ik heb ook schommels en ja, ook glijbaan ja, en heuveltjes. Gewoon meer speeltoestellen om te komen. Een boomhut, maar dat is er al. Ze kunnen hier klauteren en klimmen. Ze hebben zandbakken waarin ze lekker kunnen graven en daar lekker bouwsels in kunnen maken. Dat is soep. Nee, taart. Nee, soep. Taart. Soep. Fantasiespel hebben we daar. Hebben we daar een piratenschip gemetseld. Hier hebben we een groot veld voor natuureducatie. En ze kunnen zichzelf ook verstoppen, want het is eigenlijk een verstopbordje. Nou, ook alle planten die hier staan, zijn ook planten die in het wild voorkomen in de regio van Utrecht. Ja. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus dat zal ook heel veel lokale insectjes en daardoor ook heel veel vogels weer gaan aantrekken. Wat ook heel erg educatief is voor de kinderen. Wat zijn nu de effecten van de herinrichting van het plein? Nou, we zien dat kinderen veel meer met elkaar spelen en dat er ook veel meer minder conflicten zijn dan daarvoor. En dat was al een stukje verminderd, maar eigenlijk doordat kinderen nu de hele tijd bezig zijn, hoeven wij niet meer in te grijpen om conflicten op te lossen. We gaan vooral dat we spelen, vooral ook op de berg en hier op het voetbalveld en daar op het voetbalveld en een beetje rondlopen en hier op de bergen. Ja, het is gewoon leuk om op te glijden en op te springen en rennen. Hey, en hebben jullie nou het mooiste schoolplein van Utrecht? Ja! Het beste schoolplein die ik ooit heb gezien. Echt, hè? Echt, hè?